Vorige week toonden we in de Ideale Wereld een publireportage over de Joke Schouwvliegen Kijk op de Wereldbril. Een bril waarmee u kan genieten van een optimistische kijk op de klimaatproblematiek. De fabrikant roept nu op om de brillen terug te sturen, want blijkt dat de bril bij langdurig gebruik kan leiden tot compleet van de pot gerukte schizofrene waanideeën. De klimaatmars van vandaag in Brussel heeft een record aantal samenzweerders op de been gebracht. Hallo? Dag mevrouw, heeft u even tijd voor een korte enquête? In verband met klantvriendelijkheid, u spreekt met Anne. Van de staatsveiligheid. Wij bellen om te bevestigen dat Anuna een robot is. Dat had je toch kunnen weten. Wie heet er nu Anuna? Hallo? Mevrouw? Wij zijn afstammelingen van onze leider Vera Dua en zijn hier om haar politieke moord door de boerenorganisatie te wreken. Dus jullie zijn hier om een betoging van 16 jaar geleden te wreken en niet om het klimaat? Inderdaad ja, zo zou je het kunnen stellen, gij linkse VRT-rat. Hallo? Het nacht is hier nog eens met de staatsveiligheid. Hebt u misschien 2 minuten tijd voor een korte enquête over klantvrienden? Dus zie jij ze ook vliegen? En zie je ook overal complottheorieën? Oké, ik geef het toe, dames en heren. Ik, George Bush, zit achter de aanslagen van 9-11. Echt waar, geen zwans. Stuur dan nu je bril onmiddellijk terug en ontvang holle excuses van de fabrikant zelf. Vorige week was een heel drukke week, ook heel weinig geslapen. En ik heb mij laten meesleuren, denk ik, door een bepaalde frustratie of door een... De Joke Schouwvliegers Kijk op de Wereldbril. Nu niet meer te koop, wegens politiek uitgespeeld.